Dan Rob van Esdonk tegen Marco de Koning. Een kickboxpartij, 7 ronden van elk 2 minuten. Het prestigegevecht gaat dus niet om een titel. Van Esdonk duidelijk meer ervaren dan Marco de Koning. Dat zal zeker op de lange duur een woordje meespreken. Jim Jellema uit Utrecht, niet uit Amsterdam. Hij traint wel veel in Amsterdam. Marco de Koning bij Shakuriki. En zijn tegenstander Rob van Esdonk. In de blauwe. 5 maal verloren. De laatste 3 partijen op rij heeft hij verloren. Heeft dus duidelijk een overwinning nodig. Zijn laatste partij was om de Europese titel IKBF tegen Trevor Clark uit Londen. En hij verloor die partij. En daarvoor verloor hij ook 2 maal op een knockout. Onder andere tegen de Fransman Alexis Bugerer en Darius Alibek. Carlos uit het bos. En dan mag u gerust een applausje bewegen. En we zien in de hoek bij Marco de Koning, wereldkampioen, zwaargewicht, Muay Thai. Peter Aerts in de goede broek. Hij stapt nu uit de ring. Rob van Esdonk uit Den Bosch, de voormalige commando-instructeur. Hij draagt dus de rode broek met de zwarte band. Hij begint aan zijn 22e gevecht. En de koning pas aan zijn 7e. Dus dat is een vrij groot verschil. Hele goede score van de Van Esdonk. Een rechtse directe. Een ouderwetse. Eddy Smulders. In de hoek bij Rob van Esdonk. En de koning achteruit. Hij moet incasseren. Hij is duidelijk onder de indruk. Met meer overtuiging komt Rob van Esdonk in. Hij weet natuurlijk dat hij deze partij kan winnen op een knockout. Dat gaat er ook gebeuren. Een nederlaag voor Marco de Koning. Einde van deze partij. Sensatie dan weer, sensatie. En de koning gevloerd. En had het nodig, Rob van Esdonk, na zijn 3 nederlagen op rij. 2 maal zelfs knockout. Maar we moeten niet vergeten dat de koning op het laatste moment ook nog is ingevallen. Hij heeft vrij weinig wedstrijdervaring. Van Esdonk had natuurlijk deze partij ook moeten winnen. En hij wint dan ook gewoon terecht deze partij. Winnaar door KO in de eerste ronde na 1 minuut en 28 seconden. Robbie van Esdonk. Rob van Esdonk wint, knockout in de eerste ronde. Zijn 17e overwinning in 22 partijen. Blijft natuurlijk een hele goede kickboxer. Deze Rob van Esdonk uit Den Bosch.